Patrick Klavert, van wonderkind tot enfant terrible. Hoe mensen mij gewoon mijn naam naar beneden hebben gehaald. Veroorzaakt een dodelijk ongeluk, raakt in opspraak door seksschandaal. Ze zeggen dat, kijk, ze zeggen wel, ja, hij is in de taxi gesleept, maar dat is allemaal niet waar, man. Nog steeds is hij Oranje's topscorer aller tijden. Nee, maar Kluivert is een prachtige speler, man. Die heeft een prachtig EK gespeeld hier toen, hè. Vanavond in Profiel, de man die niet mee mocht. Niemand weet precies wat zich afspeelde tussen de twee. Patrick Kluivert met Stalens. Twee mannen. Nederland-België in Parijs. Kluivert, dan op het hoogtepunt van zijn voetbalroem, wordt bewaakt door de Belg. Lorenzo Stalen. Dan wil Stalen zijn hand geven en zegt wat en duwt Kluivert weg. Op de publieke tribune kijken ze toe, zijn broer Renato. Kijk, dat kan toch ook niet, hè? Dat? Hij mag toch ook niet die duw geven? Wel, zie ik dat verkeerd. Schoft. Zijn vader. Er moet dus iets gezegd zijn. Zijn zus Natasja. Kijk, de vingerwijzing. En Paul Voorts, al 10 jaar zijn agent en adviseur. Stalens heeft hem toen genoemd moordenaar en verkrachter. Niet nee. Toen heeft Patrick gereageerd met een elleboog op de borstkas van de eik Stalens, die toen geveld werd. Dat is wat er gebeurd is. Verkrachter, moordenaar. Verkrachter, moordenaar. Kost het soms moeite, zoals er veel mensen zijn die moeite met hem hebben, maar toch van hem houden. Als jij 22 bent en je hebt 15 miljoen euro op je rekening staan en je loopt in de stad en je hoeft zelfs geen vrouw aan te spreken om ze mee te krijgen, daar gebeurt hier het een en ander, hè? Ja, kijk, iedereen bidt hem en zo en dit is echt wel, ik vind het ook wel moeilijk om daar nog een beetje normaal te blijven, hè? Hij is nou 29, ja. Dus hij is geen 18 meer. Nee. Hij moet nu hopelijk, moet je van je fouten moet je natuurlijk leren. Ja, hij zei fouten moet je leren. Maar hier moet je ook mee omgaan, weet je. Er zijn nou eenmaal mensen waar je van denkt. En het is ook vaak zo, waar het een beetje aankomt waaien, daar is hij er één van. En de Nederlander heeft toch graag dat je er iets voor doet, hè. Die zien Dirk Kuyt graag, hè. Die sleurt en die doet en die zweet en die klapt en die kust en die huilt. En bij Kluivert denken, ja, weet je, je denkt af en toe bij wel eens bij me, het zou maar kijken, rotzorg zijn, weet je wel. Ja. Houdt u van hem? Als mens? Ja, ik heb een groot zwak voor hem. Ja. Ik zie dat. Oh ja? Ja, ik zie dat terwijl ik naar die beelden kijk, dan zie ik dat u een zwak voor hem heeft. Ik zie dat niet alleen bij u, ik zie het bij zijn zus, ik zie het bij zijn vader, ik zie het bij zijn broer. Ik zie het bij de voetbalcommentator. Maar ik heb ook mijn momenten dat ik denk, zou je nou niet iets meer? Ja. Die heb ik ook. Wat ging er mis in het wonderschone voetballeven van Patrick Kluivert? Hij speelt bij Valencia nu en zal er dus bij het WK in Duitsland niet bij zijn. Hij zou, zeggen critici, zijn vak onvoldoende serieus hebben genomen. Blessures en een geschonden reputatie houden hem 29 jaar nog maar verongelijkt thuis. Ik heb altijd met volle 100% genoten en ingezet voor het Nederlands elftal. Zijn mensen het vergeten? Mensen zeggen altijd. Nee, zijn we alles niet vergeten. Gedaan om, ik heb 79 duels gespeeld, 40 goals. Top scoorder alle tijden. Ik ben in 4 grote toernooien, heb ik altijd mijn best gedaan. Dus moet ik dat gewoon in één keer vergeten of zo? Nee, maar dat zijn wij ook niet vergeten, hoor. Ik hoop niet dat de mensen dat vergeten en mijn familie die vergeet dat sowieso niet. Maar ik hoop nee. Niet dat zijn. Nee, dat vergeet me niet. Dat ze allemaal zouden te klappen en te applaudisseren. En ik ook trouwens. Dat voel ik wel met hem mee, dat... het is ook zo, de ster wordt opgebouwd en dan wachten we met z'n allen tot we kunnen schieten. En in die fase is hij ook beland. Ja, ja. Ja, tragisch. Het is alleen maar tragisch. Ik bedoel, is ook niet zo raar als je zo lang last van je knie hebt
En je kan zo weinig trainen, ook niet meer met gewichten. En dat je aankomt, hè, dat is ook niet zo raar. Weet je? Ik bedoel, dat is bij Ronaldo ook gebeurd. Hè, dat als je minder traint, kom je aan. Maar ja, het enige vervelende bij Kluivert is dat als je hem nu ziet, dat je denkt, je kan ook al 2 kilo in je gezicht afvallen. Weet je, het... Hij heeft natuurlijk, hij is gezegend geweest altijd met een zeer atletisch bouw, lichaam. Het kan heel lang goed gaan, dus er niet voor leven, hè. Dat kan heel lang goed gaan. Maar op een gegeven moment komt die man met de hamer langs, hè. Dan vraagt het lichaam, denk ik, meer verzorging, meer aandacht, meer om de topsporter te blijven die je in principe bent. En dan krijg je een kniekwaaltje, je krijgt een Achillespees, je krijgt dat. En op de een of andere manier wil je het heel lang volhouden. Ik heb het mij zo niet gelukt. Zou je toch je eetpatronen, je drinkpatronen, je slapen, dat moet je toch op de een of andere manier aanpassen. En ik denk dat daar is misgegaan. Dat de onbezorgde periodes tussen de trainingen en de wedstrijd in, dat die eigenlijk niet meer konden. Maar die bleven er wel. Ja, het is nu natuurlijk afgelopen. Ja? Ja, klaar. Kijk, ik bedoel, hij tikt nu nooit de top meer aan. Hij zou wel subtop blijven. En ik zeg, Kluivert op 60% of Kluivert op 40%. Is altijd nog beter als Jan van der Goor of Veslink op 100%. Hè? Dat is duidelijk. En Kluivert op 60% kan nog beter zijn als Huntelaar. Maar de top haalt hij niet meer? Nee. Als jij mij vraagt of hij mislukt, dan zeg je zeker niet mislukt. Kijk maar naar de prijzenkast, en dan durf ik ook nog te zeggen wat hij verdiend heeft. Want daar vind je het bij topsport toch in terug, of je slaagt of niet. Dat klinkt een beetje ordinair in dit land, maar zo is het gewoon. Dit wordt hem. Deze. Deze is het. Yes. Gouden voeten. Verwend met talent is Patrick Kluivert al snel het niet te stuiten voetballende wonderkind. Guitige oogjes, altijd lachen, weet je. Echt een vrolijke, tuitige mondje. Het is een hele zachte, ja, lieve en, ja, wel een lieve broertje is het gewoon, ja. Volgens mij kon hij eerder bal zeggen als papa of mama. Ja. Ja, echt, bal. Ik hoorde je moeder nog zeggen, Patrick, kom eten. Ja, ze moest altijd roepen. Met voetbal, hoor. Ja, ze moest hem altijd roepen om te komen eten. Hij erft zijn talenten van zijn vader, die in Suriname het nationale elftal haalde. Ja, ik kon ze altijd goed geven, die ballen. Ja, die pasen, liet iedereen altijd lopen. En dan die pasen gaf je altijd goed. En dat zie ik ook wel bij Pet nou terug. Assist, ja. 7 jaar is Patrick als Ajax hem ontdekt in de schaduw van de meer. Zo. Weet je toch? Kijk eens hoe makkelijk, hè? Losspelen en meteen uithalen. Zijn eerste Ajax-trainer geniet van het joch. Hij straalde gewoon. Waar hij dat vandaan haalde, weet ik niet. Maar zo ken ik hem ook, met het krullenkopje van hem. Hij komt uit een warm nest en zijn hele omgeving begrijpt al snel dat de wereld om Patrick draait. Dat hij een nakomertje is, ja. Dan had hij een, dan had hij een speciale aandacht nodig. Ja. Hij was de jongste, dus... En altijd pa en ma langs de lijn en moeder Kluivert altijd met Surinaamse lekkernijen. Maar als ik één dag die broodjes niet heb... Nou, uit de verte hoor ik haar. Pastijtjes? Pastief? Zeg ja, die heb ik bij me. Ja, 's morgens vroeg ging ze lekker bakken en nam ze die boodschappen thuis bij, hè? Een moederhart. Ik denk dat ik het met één woord kan zeggen. Dat was nou een echt moederhart. Oh. Dit is het oudste fragment van een ballenjongen in de meer. Het jongetje heeft 1 grote held. Een grote voorbeeld was Frank Rijkaard. Daar had hij het altijd over. Nou, ik weet nog dat hij pupil van de week was. Dat mag je bij groot Ajax. En dan mag je met iemand op de foto. Nou, dan komt de fotograaf naar je toe en dan vraagt hij met wie je op de foto wil. De lieve oogjes van de week. Nou, ik heb Frank Rijkaard gekozen. Nou, dat is mijn idool en dan ga ik natuurlijk op de foto. Ja.
In opleiding bij Ajax. De iets wat arrogante leerschool van mannen als Co Adriaanse en Louis van Gaal. Ik moet altijd wel zeggen dat ik word altijd wel moe als ik daar ben, weet je. Ik bedoel, ik kan er ook niet tegen, weet je. Ik bedoel, zelfs spelers van Ajax worden er moe van. Er wordt daar het beste getraind, er wordt daar het scherpst getraind, er wordt daar het beste voetbal gespeeld. En dan denk ik, jongens, donder toch op, joh, weet je. Hey! Is het hard, die leerschool? Keihard. Is het raar? Kil. Ja. Niet voor de toppers. Want die worden in het bedje gelegd, toppers worden herkend. Want dat is het voordeel van die harde opleiding. En toppers hebben het dan ook fantastisch. Zijn jeugdtrainer is lyrisch. In vaktaal klinkt dat zo. Dat alles proberen in tweeën. Hè? In tweeën? Hoezo in tweeën? Nou, dat wordt die aangespeeld en dan is dat losspelen, uithalen. En zo ziet dat eruit in de A-jeugd. Aanspelen, losspelen, uithalen. En dit is Kluivert. En hij zorgt voor 1 tegen 0. Van achter naar voren passeerden ze of ze er niet stonden, joh. Ja, dat is mooi, joh. Als ik echt mijn ogen dicht doe, dan zie ik het nog voor me. Als je de dingen zo makkelijk kunt. We hebben die beelden gezien, het balletje hoog houden. Ja? Die goals, waarbij halve verdedigingen omvallen. Terwijl die alleen maar met zijn heupen draait. En dat gaat zo makkelijk, dan heb je toch de indruk van... Ja, als ik het veld op ga, zal dat toch ook makkelijk moeten kunnen? Dan, ja, het gaat hem zo makkelijk af. Ja, afgelopen. Hoeveel jongens vallen af in zo'n opleiding? Ik denk tussen de 90, 95, 98 procent. Ja. Gisteren is het dansen zo. Fantastisch, kijk hier af. Fantastisch. Let's figure out. Oh, dit ken ik wel. Ja. Oh, dit ken ik wel. Kluivert is daar fluitend doorheen gewalst, omdat het een groot talent is en was. Wat goed is, komt snel. Kluivert komt op zijn 17e in het eerste elftal. Een doelpunt tegen Feyenoord. Aanspelen. Liedmanen. Losspelen, uithalen. 2-0! Wat een schoonheid in de lange hoek. Je hebt spelers die zijn zelfs mooi als ze slecht spelen. Ling. Weet je, dat is zelfs is mooi. Ja. Nee, maar dat is zelfs. Als Zidane slecht speelt, dan wordt het droevig. Dan denk je, ach joh, speel hem niet meer aan. En niet doen. Maar hij is een speler die zelfs als hij slecht speelt, blijft het mooi. Hij blijft recht overeind lopen. Je ziet ook niet aan hem dat het hem iets doet. Terwijl het hem wel wat doet. Dat doet iedereen wat. Ik doe ballen verliezen, ballen van je voet af. Maar bij hem zie je dat niet. Dat is zo. Dat is wel een kracht, hoor. Er zitten een paar hele mooie bij. En niet de onbelangrijkste goals, hè? Want vaak, statistisch, maakte hij de 1-0. Relatief vrij vaak maakte hij de 1-0. Wat zegt dat over hem? Nou, dat hij de belangrijkste goals maakt. Dat hij er dus gewoon... Kijk, de 4-0 kunt u ook maken. En misschien wel de 3-0, ik alleen de 4-0. Maar hij kan de 1-0 maken. In 1995 komt met zo'n 1-0 hem de eeuwige roem aanwaaien op een zomeravond in Wenen, finale Europa Cup, Ajax, zijn belangrijkste goal, op aangeven van zijn grote idool Rijkaard. Dat hij nou net van Frenk die bal moet krijgen, ja, dat vond ik echt apart, ja. Met een puntertje dat de hele wereld overgaat, veld Kluivert het lot over AC Milan. Maar volgens mij dacht Frenk dat hij hem terug zou krijgen. Ja. Dat hij zo'n 1-2'tje zou maken, maar hij... Pakte hem toch zelf. Ja. Hij zat erin. Torschütze, Kluivert. We zaten ergens uit. Op een gegeven moment kreeg ik een soortje patat op mijn schouder. Ja. En mensen die begonnen te juichen daarachter. Zo kwak, zo op mijn schouder. Ja, dat is wat op je 18e als je dat moment meemaakt. Een jonge pief hoor, was het nog maar, ja. Moet je kijken, hij is echt niet meer van deze wereld. En wat hij zich toen nog niet besefte, was zijn hele leven erdoor op zijn kop werd gezet.
Daar staat u, hè, mevrouw Kluivert. Oh ja, ja. Moeders, ja, hè. Toch een moederskindje. Hoe dan ook. Eén groot swingend plein. Nou, ik was, die dag was ik kachel, hoor. Hey. Zo! Kon niet eens meer naar boven lopen, man. Moest naar boven getakeld worden, jongen. En dan begint het. Iedereen wil wat van je. Huh? Daar komen de vrouwtjes aan, hoor. Ja. Dat is natuurlijk moeilijk. Je bent 18 jaar. Er is geen cursus voor, hè. Een extra uur op school blijven. Van mocht er een superstar worden, hoe ga ik daarmee om? Die bestaat dus niet. Dus je wordt toch, ja, overvleugeld door een heleboel dingen waar je eigenlijk helemaal niet klaar voor bent. Je merkte het ook wel aan Pa en Ma Kluivert, die als een kloek voor Patrick zorgde. Dat ze hem zagen dat hij ontglipte. Nou ja. Die jongen heeft de eigen leven nodig. Ja. Maar ja, we kunnen het nog vaak genoeg zien natuurlijk. Ja, bellen. Maar, ik zeg hem altijd, daarom zeg ik hem ook altijd, bel even. Een belletje is ook, Goed voor hem. Het doet hem ook goed als hij een belletje geeft. Belt hij vaak? Internet. Nou, jawel. Ik stuur hem er nog wel eens aan dat hij wel wat vaker mag bellen, hoor. Dat hij eer je vader en je moeder, schat. Ja. Een paar maanden na de grote triomf veroorzaakt Patrick Kluivert een dodelijk ongeluk. Hij rijdt veel te hard in op een kerende auto. Het feit dat wij het nog steeds weten, wij zullen dat ook nooit meer vergeten. Dat hij dat toch gedaan heeft. En ja, ik bedoel, dat is net wat ik zeg. Kijk, als je 19 bent en je probeert met 120 over de provinciale weg te rijden, ja, er zat ook iemand naast. Het is wat handiger geweest als ik ernaast gezeten had. Ik gezegd, joh, doe voor gewoon, joh, idioot, weet je. Maar schijnbaar wordt hij eerder opgehitst door zijn omgeving als dat hij gecorrigeerd wordt. Talent van het jaar. Dat wel. Voor mij is het natuurlijk heel moeilijk. Ik heb het gewoon heel moeilijk. En ik wil gewoon iedereen bedanken die me in de moeilijke tijden hebben gesteund. En ik zou moeten trillen. En ik wil een aantal mensen ervoor bedanken dat ze mijn teamgenoten. Hij voelt zich nog steeds. Daar toch kan hij zich beroerd onder voelen. En hij voelde zich in elk geval buitengewoon schuldig. Draagt hij toch altijd mee? Kon met hij erover veel mensen praten, überhaupt, over wat daar gebeurde? Nou, hij wilde er eigenlijk niet te veel. Hij niet te veel over. We hebben hem wel gesteund gegeven. Dat je moet er natuurlijk niet aan onderdoor gaan. Ja, hij uit het eigenlijk heel. Je moet heel dichtbij zijn om het te zien. En daarom begrijp ik wel dat anderen wat lichtvaardig over zijn emoties erover denken. Maar dat is niet juist. Wat ziet u dan wel? Ja, je voelt het. Hij heeft ook altijd de familie van de slachtoffers nog willen ontmoeten. En dat is onlangs gebeurd. Onlangs pas gebeurd? Ja, maar niet maar spontaan. Toevallig zaten ze in hetzelfde restaurant. Een toevallige ontmoeting met de toevallige ontmoeting, ja. En dat heeft hem ook veel gedaan. Nog geen jaar later wordt Kluivert aangeklaagd wegens groepsverkrachting. Samen met drie vrienden heeft hij een meisje meegenomen naar zijn woning in Amsterdam. De zaak wordt, wegens gebrek aan bewijs, geseponeerd. En neem drie meiden mee naar je huis, hè? Zou ik denken, toch? In plaats van drie jongens en één meid, hè? Dat, ik bedoel, als ik dan toch mee wil denken in de trant waarin Kluivert denkt, denk nou ja, oké, neem drie meiden mee en jij. Maar laat die vrienden lekker weg, wat moet je ermee? Ze zeggen, ze zeggen wel, ja, het is in de taxi gesleept, maar dat is allemaal niet waar, man. Ik heb het echt gehoord van die jongens. Ze gingen gewoon moedwillig, gingen ze mij. Je wil er iets mee bewijzen, als doe je het niet. Want ik bedoel, ik neem ook niet met drie vrienden één vrouw mee naar huis. Wat moet ik daarmee? Wat wil ik die vrienden bewijzen dat ik dat allemaal durf? Of dat mogelijk is? Of geen idee.
En dat is wat ik zeg. Er speelt zich te veel af en er wordt onderweg te weinig afgebroken. Ik bedoel, hij doet het allemaal maar. En ja, dan kom je er op het eind uit als een domoor. Ik sprak die taxichauffeur ook, man. Die heb ik ook gesproken. En ik zeg, hey, wat is er gebeurd? Inderdaad, ja, ze stapte gewoon in, weet je wel. En het is gewoon gelul met dat begrijp ik dan niet, weet je. Dat was wel heel pijnlijk, hè? Ik bedoel, Patrick was natuurlijk met zijn vrouw pas zwanger, hè? Ja. Ja, dat is... gaat niet goed praten of zo, maar dat kan ook niet. Ja, dat zijn die kleine dingen. U zegt, Patrick Kluivert is een jongen die heel gevoelig is voor zijn omgeving. Ja. En die omgeving bepaalt hij zelf niet altijd even succesvol. Juist. Er komt bij ieder mens zat in zijn bovenkamer naar boven, maar dat wordt toch onderweg, wordt dat gewoon afgebroken. Joh, niet doen, ja. Schijf, moet je ermee. Gewoon normaal doen, zoals ieder ander mens. Maar hij heeft dat niet, hè. Alles wat er hier in hem opkomt, dat doet hij. En daar is 50% van niet handig. Dat had hij beter niet kunnen doen. Hij vertrekt. Eerst naar AC Milan, dan Barcelona, dan Newcastle en nu dus Valencia. Kijk, het liefst had hij bij Ajax nog even een paar jaar geweest, maar ja, hij hield het niet meer uit, jongen, echt. Het was geen vlucht, maar wel een bevrijding, want het besluit om naar Milaan te gaan stond al vast voordat die vermeende verkrachtingszaak aan de orde kwam. Maar het was wel een bevrijding. Wat zei hij daarover, bijvoorbeeld? Ja, vond het heerlijk. Ik bedoel, daar werd hij niet de hele dag herinnerd aan al die dingen. Ja, kijk, het is gewoon voor mij... Het is hartstikke moeilijk geweest, omdat het niet alleen voor mij is, maar ook voor mijn familie en voor mijn vriendinnenfamilie. Het is heel egocentrisch, hè? Moet een spits ook zijn, maar dat weet hij het boek tegen. Het publiek kan dodelijk zijn. Voor mij moeilijk, voor mij, voor mij, voor mij. Voor mij is gewoon het belangrijkste dat ik gewoon met Angela en mijn kleine gewoon verder ga. We hebben het echt moeilijk gehad en je moet doorgaan, want je bent voetballer, dus je moet. Het voetbal is toch zijn leven geweest. Als je zo kijkt, dan krijg je medelijden met hem ook, hè? Ja, want hij is zo jong, is, ja. Nee. Dan wil je wat van zijn leed afpakken, weet je wel. Ja, maar, of dragen, zeg maar. In Barcelona leeft hij op. Spanje past bij hem. Maar zijn huwelijk met Angela loopt op de klippen. Is niet bestand tegen het bedrog in het verleden. Lachen. Dan mag ik nog even de kinderen zien. Dus alles wat erover bleef. Hey Justin. Ja. Oh nee, Justin pa. Justin. Ja. Yeah. Dat is Justin. Dat is Justin. Quincy. Stoute Quins. God, waren ze klein toe, zeg. En ik vind het jammer dat hij zijn kinderen niet zoveel ziet. Maar ja, weekends, dan zorgt mijn broer dat... neemt hij de kinderen mee. Die komen naar Valencia elke 2 weken voor een enkele dagen. Dan leeft hij weer op en dan... Daar doet hij het voor eigenlijk, denk ik. Bij het Europees kampioenschap in 2000 is hij Oranje's topscorer. Nee, maar Kluivert is een prachtige speler, man. Die heeft een prachtig EK gespeeld hier toen, hè. Geweldige doelpunten gemaakt. Ik voel het als je op tv bent. Dan denk ik, Patty Patrolatide. En ineens is het hele land weer lyrisch. Na de goaltjes van Kluivert. Ja, alles wat in het verleden mis is gegaan, op en buiten het veld, wordt in 2000 even een streepje ondergezet. Niet vreemd, hè, dat soort voetballers ook moeite heeft om vast te stellen wie nou eigenlijk op welk moment precies je vriend is. Dat is heel moeilijk. Een lofzang op Patrick. Het is notabene in een periode dat de nationale ergernis over de grootverdieners van Oranje enorm is opgelaaid. Ik bedoel, wij kosten ze echt uit, allemaal. Zeedorf, Bogarde, David. Maar hij hoorde daar wel bij. Of in ieder geval, hij had dezelfde kleur ook, hè. Dus voor de leek werd hij er gewoon bij betrokken. Ja, niet door mij, maar werd hij er gewoon bij betrokken. En daarom
is Kluivert nooit de held geworden die hij wel had moeten worden. Maar toen wel, hè, bij dat EK. Ja, nee, ja, maar klaar, hij stak er met kop en schouders bovenuit. Hij had ook een totale andere uitstraling als die andere jongens, toch? Veel gemoedelijker, veel rustiger. Keek ook anders uit zijn ogen, toch? Door als je Davids op tv ziet, dan denk ik altijd bij mezelf, wat heeft hij naar binnen gewerkt voordat hij voor de camera verschijnt, hè? Hoe kan je zo staan, weet je? Ga lekker op bed liggen. Hey! Patrick Kluivert, je kunt een karakter nou een keer niet in tweeën knippen. Hij leeft net zo gemakkelijk als hij voetbalt. En dan is, ver van huis, zelfs het grootste natuurtalent niet meer toereikend voor de absolute top. Is te veel discotheek, is te weinig trainen. Dat heb ik ook gehoord, dat hij daar weer heeft gezien. En misschien is er misschien wel iets dat... Dat ze een praatje van willen misschien maken. Misschien is dat ook wel zo, we weten het niet. Ik weet het niet, misschien hebben jullie meer... Maar jullie kennen hem beter dan wie ook. Ja, maar waar hij uit... Weet je, dat is het waar hij dan uitgaat of waar hij uithangt, ja. Maar kijk, als ik dan hoor van mensen dat hij om 9:00 ochtends op de luchthaven bier zit te drinken, dan denk ik, ja, maar weet je, Fons, dat is ook weer een beetje uitdagen. Weet je, dat doe ik gewoon. Ik heb scheid aan de Dat zijn de verhalen die over hem rondlopen. Dat is zo. En dan denk ik, weet je, dat moet je niet doen. Weet je, ik bedoel, als ik met vrienden op stap ga, neem ik ook om 9:00 ochtends een biertje op Schiphol. Maar als je met zo'n hele groep bent en je weet van tevoren dat daar een paar jongens zich aan gaan storen, waarom zou je het doen? Maar ja. Ja, dat bedoel ik nou, jongen. Als je bekend bent, dan moet je beseffen dan dat je toch. Dat soort dingen, dat je dat niet kan permitteren, weet je. Maar we kunnen niet zoveel vertellen over het uitgangsleven, waarom. Nee. Jullie zijn er niet bij. Ja, ik weet het niet, bij, ja. Nee. Maar dat moet je niet doen natuurlijk, als het is. Nee. Op tijd naar bed, goed eten. Het was altijd zo'n braaf kind, zei u. Toch, Patrick? Braaf, ja. Ja. Heeft het nog steeds, hoor. Pas op, Patrick, pas op! Als je dat als een script voor een film inlevert, de carrière van Patrick Kluivert tot nu toe, wordt het overal afgekeurd. Ja, want het klopt niet. Je begint al met de Europa Cup winnen en daarna ga je een ongeluk krijgen. En daarna kom je nog eens in opspraak vanwege een groepsverkrachting, al dan niet. En daarna kom je ook nog eens een keer bij Newcastle terecht. En daarna raak je geblesseerd en probeer je bij Valencia de draad erop te pikken. Ben je verongelijkt dat je niet naar de WK kan, moet je nog 30 worden. Nou, dat is een klote script. De tragiek is dat Van Basten steeds beter wordt. Als we over 10 jaar over Van Basten praten, dan denken we dat we het over Jezus van Nazareth hebben. Nee, maar Van Basten wordt steeds beter. Steeds beter. Ik heb dat in kleine mate ook, omdat je lekker lacht bij het publiek. Weet je. Ik heb ooit een keer een goal gemaakt. En nee, maar dat is nu in mensen de gedachte van 80 meter. Nou, was van 20, was echt niet. Maar dat wordt steeds verder, weet je. De legende wordt steeds groter. Ja, dus mensen, dat komt omdat mensen hier mochten. Dan vinden ze dat leuk om dat nog erger te maken. En hoe gaat dat met Kluivert dan? Nee, dat wordt minder. Laat het mijn woorden. Over 20 jaar, als we over Kluivert praten, gewoon in de volksmond zeggen, nou, was niet veel bijzonders. En dat was het wel. En dat is zo zonde. Zijn carrière zal nog een paar jaar duren. En wie weet krijgen we de wederopstanding van Patrick Kluivert nog wel. Over 10 jaar, hè? Wat is het dan voor man? In de eerste plaats is het dan nog steeds een hele goede vader. Komt hij nog terug? Is hij iemand die zich nog terug zou knokken, denk je, naar het niveau waar hij ooit was? Ik hoop het enorm. Ik hoop het. We gaan even wat afspreken, zelfs. Ja. Ik weet zeker dat we de Europese kampioen zijn. Hoe zullen we dan? Dit maken ze. Nou, kijk, wij zijn Rooms-Katholiek. En heel Rooms opgevoed. En dat heeft Patrick ook. En terwijl ik ze bak, zeg ik ons lieve Heer zegen die pastijtjes, zodat het allemaal goed gaat met ze. Want ze zijn kampioen geworden. We bidden veel voor hem, hoor. Ik ben ook een kerkmannetje. Ja, vroom. Ja. Goed katholiek. Goed katholiek, ja. Patrick ook trouwens? Ik stuur hem. Is Patrick ook katholiek? Ja, tuurlijk.
De vader maar kan mocht, ik vind dat hij wel wat meer... Ik stuur altijd de rozenkrans voor hem, weet je wel. Ik vind dat hij wat meer zijn gebedje moet slaan zelf. Maar ja, het is mijn mening. Hij moet wat meer... Maar we zijn blij met hem, hoor. Ja. We zijn 100% achter hem. Vergeet niet waar je vandaan komt. Ja? Nee, dat zeg ik over Petri. We zeggen altijd, het zal je goed gaan, jongen. God is met je. Ja. God, let op je. Je moet niet met gebogen hoofd lopen, gewoon met je rug. En ik heb hem ook gezegd, Patrick, ze kan praten wat ze willen over je. Wat God je, vergeeft je nee, altijd. Nee, maar wat je die kroon wat op je hoofd hebt, halen ze nooit meer van je weg. Dat heb ik hem altijd gezegd.